Deze beschouwing die gaat weer over de wereld, haar oorlogen en de waarheid. Ik weet niet precies hoe ik deze aflevering ga noemen. Ik weet wel waar ik het over ga hebben. En ik weet ook dat dit niet de laatste beschouwing wordt over de wereld, haar oorlogen. En de waarheid. En dat komt enerzijds omdat het een heel belangrijk onderwerp is: omdat oorlog iets verschrikkelijks is. En oorlog niet hoort. En aan de andere kant. Is het heel goed uit te leggen dat oorlog niet hoeft. En dat het door onszelf komt dat die oorlogen er zijn. Er is een. Antwoord op de vraag, kunnen wij er wat aan doen dat er de godganse tijd overal oorlog is? En het antwoord is ja. En het antwoord is helaas niet, uh, stort allemaal 7,50 uh, euro 50 op Giro uh, 666? 777? 555? Het antwoord zit hem in onszelf. Wij moeten gaan veranderen. in onze aanwezigheid hier op aarde. Er is afgelopen oudejaarsdag. is er een rouwstoet in Eden. Eden is een paard. Plek hier vlakbij. Ik woon in Arnhem en uh, ja, hier de snelweg op richting Utrecht. De eerste grote afslag is naar Ede toe. Het eerste grote station uh, van het treinstation hier vanuit Arnhem naar Utrecht, dat is Ede Wageningen. Nou, daar is een rouwstoet beschoten met uh, vuurwerk, bestookt met vuurwerk. Zelfs de man die uh, voorop liep, dat is dan een plechtigheid. Hè? En dan liep dus er zo'n man, die liep dan in zo'n mooi pak, liep die voorop. En die auto's die reden erachteraan in stapvoets tussen. Die man, die... Uh, gingen ze ook vuurwerk naar gooien, en er staat dan in de krant dat het gaat om jongeren. En ik denk dan gelijk erachteraan, nou, dat gaat om buitenlands, buitenlandse jongeren. Heb ik daar gelijk in? Dat weet ik niet. Ik ken een jongen en die is geboren en opgegroeid in Ede. En in de buurt waar hij woonde. Hij is, heeft gewoond in een flat. En hij zei dat hij daar niet naar terug durft. Heden ten dagen durft hij die wijk niet meer in. Hij zei, er wonen allemaal buitenlanders. En die sfeer daar is ronduit vijandig. Erg hè? En of dan deze rauwstoet of dat ook buitenlandse kinderen waren. Ja, het, het ja, dat staat niet in de krant. In de krant staat alleen maar dat het ging om jongeren. Eigenlijk hadden de namen van die kinderen erbij moeten staan. Hè? Dat is ook iets in ons, in ons rechtssysteem. Dat de naam van een dader... die is uh, geheim... En behalve in het geval van Volker van der Graaf. Dat, dat mocht iedereen gelijk weten. En de man die zogenaamd Pim Fortuyn heeft doodgeschoten. En ik zeg zogenaamd omdat er een boek is verschenen op de Nederlandse markt. En dat heet Moord namens de Kroon. Dat is geschreven door Ine Veen. En zij beweert dat. Pim Fortuyn is doodgeschoten door een professionele schutter. Een, een huurmoordenaar. En Volkert van de Graaf is alleen maar gebruikt als zondebok. Dat zou wel verklaren hoe Volkert van de Graaf. aan die twee hele dure advocaten kwam. In plaats van één. Prodeo-advocaat in een slecht pak van de Hema. En Volker van der Graaf heeft een genadige straf gekregen. Die loopt inmiddels alweer vrij rond. Maar goed. Voor de rest worden de identiteiten van daders angstvallig geheim gehouden. Ik vraag me af wie dat verzonnen heeft. Waarom zou je dat nou willen? Weet jij dat eigenlijk? Waarom mag je nou nooit weten uh, wie het was die iets gedaan heeft en waar die woonde? Wat ging er dan fout in de tijd dat dat bekend was? Het is ook zo geweest met mannen die zich vergrepen aan kleine kinderen en die worden dan weer losgelaten in de samenleving. En die betrekken dan ergens een woning en de buurt krijgt niet verteld. Dat die nieuwe meneer die daar woont op 13C, dat hij zich vroeger heeft gegrepen aan kleine kinderen. Zo in de trant van, daar komt de buurt vanzelf wel achter als het weer een keer fout gaat. Waarom zouden wij ze waarschuwen? Heb ik ook niet begrepen. Mijn, de moeder van mijn vader. Mijn oma, die heeft een tweelingzus. Die heette Yopi. Ik denk dat zij Josefine heette. Dan moet ik nog eens vragen aan mijn tantes. Die zullen het wel weten, maar Yopi werd ze genoemd. En dat was een. Het waren een eigen tweelingen. Nee, het was een een tweeling. Dat moet je zeggen. <laughs> en ze leken sprekend op elkaar. Behalve dat mijn oma helemaal geen make-up droeg. En ze hield heel erg van wandelen. Ze had ook allemaal medailles. Dat was toen uh, heel gebruikelijk. Hè? Dat men ging wandelen. Een hele goedkope hobby natuurlijk. Want het enige wat je nodig hebt, dat is schoeisel. En een... Een jas en een das. Want het is niet altijd lekker weer. En Tante Jopie. Die. Ja, die zag er dus precies zo uit als mijn oma. Maar die had dan de haar helemaal opgedirkt. En lipstick had ze op. En oogschaduw. En. Ik schrok er altijd een beetje van als ik haar zag. Oeh. Ze leken dus niet als twee druppels water op elkaar. Ja, behalve van onder die, als je die make-up wegdacht. En tante Jopie, zo is ze dan voor mij. Hè? De zus van je oma, zijn tante. Die is op een dag achtervolgd nadat ze klaar was met boodschappen doen. Als ze op weg naar huis is, is ze achtervolgd door een jonge man... En toen ze binnen was, heeft die man daarna. Heeft hij even gewacht en heeft hij aangebeld. Toen heeft hij zich naar binnen gedrongen. Toen heeft hij haar verkracht. En daarna heeft hij haar gedood. Of vermoord, moet je zeggen. Mijn oma heeft daar geen traan om gelaten. Ze was zo ondaan, het was zo onwerkelijk voor haar, dat ze dat, ja, ze heeft het er ook nooit over gehad. Het was zo belachelijk. En de politie heeft later gezegd van ja, we waren er echt van overtuigd dat hij het nooit meer zou doen. Of de politie. Ja, de politie heeft dat gezegd. En we slaat dan op de overheid. Het was een jongen die had dat eerder geflikt. En die was dan genezen verklaard door de psychiaters. Hoe moet je dat tuig noemen? En ze hadden hem losgelaten. Even kijken wat hij gaat doen. Nou, dat was een dode Nederlander. Ja, ik weet niet eens hoe die jongen heet. Dat weten we dan ook niet als familie. Je krijgt alleen maar te horen van ja, wij kenden hem. Ja, nog meer vragen? Nee? Oké. Okay. Nou, fijne dag nog hè. Doei. Dus de politie kende die jongen wel. Ze wisten precies wie het was. Maar wij weten van niks. We weten, ze kennen zijn familie ook niet. We weten niet waar die jongen geboren is. Helemaal eh, niks. Nou, dit nu ook met die jongens die dan uh, die rouwstoet hebben bestookt. Zullen wij weten wie die jongens zijn? En die familie? Families? Het lijkt me toch heel erg uh, interessant voor een werkgever die iemand aanneemt uit Ede. Om te weten. of hij of zij. een lid is van die families. Dat zou ik wel willen weten. Als werkgever. Kijk, dat. dat die jongeren. vuurwerk gooien naar een rouwstoet. en dan ook nog. Naar een mens die daar voor oploopt. Ja, ja, die jongeren sporen niet. Maar er is ook iets uh, heel verschrikkelijk mis met die families. En waarom zou je familieleden van die families in je bedrijf willen hebben? Ja toch? Maar wij worden dat soort informatie. Uh, ja, dat, dat krijgen wij dus niet te horen, want. ja, en waarom eigenlijk niet? Omdat dat zielig zou zijn voor die daders en hun familieleden. En waarom dan? Zo'n zo kindermisbruiker die dan losgelaten wordt. Of in dit geval dan degene die mijn. Uh, Oud-tante, zo noem je dat, destijds vermoord heeft. Waarom werd er niet in die beurt verteld van uh, dit is Joris van den Berg. Uh, hij is daar en daarvoor ooit gearresteerd. Hij is schuldig bevonden. Hij heeft zijn straf uitgezeten. Hij is behandeld. En hij wordt nu weer vrijgelaten. En hij ziet er zo en zo uit. Nou, had mijn tante Jopie uh, misschien een natuurlijke dood gestorven in plaats van huh? vermoord te worden. Na te zijn verkracht. Want het is, laten we eerlijk zijn, dat is niet een uh, fijn einde van je leven. En mijn oma heeft er geen tranen om gelaten. En dat was niet omdat ze dacht van, uh, hé, hé, zijn we eigenlijk van af? Nee, natuurlijk niet. Dat was haar zus, dat was haar tweelingzus. Ze was er te ontdaan van om daar een emotie bij te kunnen voelen. Dus dan blok je dat maar helemaal weg. Het is al een tijd geleden hoor, het heeft zich afgespeeld in de jaren tachtig van de vorige eeuw. Maar toch. In die wetgeving is niks veranderd. In die houding is niks veranderd. Hè, getuigen het feit dat wij dus ook niet weten wie die jongens waren die die rouwstoet hebben bestookt met vuurwerk. En zelfs dat hoor je dan ook dat in Duitsland en in Zweden en dat daar dan tegen de politie is verteld dat ze niet langer de de afkomst van daders mogen doorgeven. Dus het wordt allemaal maar betiteld als uh, iemand van in de dertig of jongeren. En de reden daarvan is dat, als de politie dat zou doen, dat dan naar boven zou komen: dat het merendeel afkomstig is van dolgedraaide buitenlanders. Kijk, en dat is iets waar wij zelf wat aan kunnen doen, aan die berichtgeving. Wij, wij kunnen eisen uh, dat wij willen weten hoe daders heten. Punt. De, wij betalen de belasting zodat de politie uh, ons kan beschermen. En wij willen niet dat de politie dingen voor ons verborgen houdt. Wat is dat nou? Wie is hier de werkgever van de politie? De paus? Uh, wie betaalt uh, het loon van een politieagent? Dat zijn wij toch? Nou, dan mogen wij weten wie het gedaan heeft. En waar, die, uh, waar dat misbaksel woonde. Dat is wat ik vind. En mensen die dan zeggen van... Ja, maar in zo'n geval, joh, dan, uh, nou, dan loopt het helemaal uit de hand. En, eh, uh, en, eh, uh, en, uh. Ja, maar wat dan? Wat kan er nou uit de hand lopen? Kijk, het is logisch dat je niet voor eigen rechter mag spelen. Want dat is ook de afspraak. Maar wij willen graag weten wie heeft wat gedaan. Maar ik weet dan dat. de... Het is zo bizar. Er is zo'n man geweest en die heette Ferdi E. Uh, zijn broer, dat was mijn hoogleraar informatica. En meer zeg ik maar niet, want uh, <laughs> het is een beetje lullig voor mijn... Ja, die man is nou geen hoogleraar meer. Maar nou, waarom uh, heet zo iemand dan Verdi E? <laughs> Wat slaat het hem op? Uh, als ik toch een misdrijf pleeg, dan is het toch Perry Winkel die het heeft gedaan? Ik zou een beetje gek vinden dat ik in de krant kom als uh, Perry W., Los van het feit dat iemand met mijn voornaam en een W, met een letter W als achternaam. Ja, hoeveel achternamen zijn er überhaupt met een W? Het is niet, uh, niet Jansen met een J of zo. Van de Berg, van de B. Nee, Winkel, dat komt ook niet veel voor. Hè? Maar als ik over de scheef ga, dan zou ik het helemaal niet raar vinden dat ik met name een toename in de krant kom. Een reden te meer om jezelf te gedragen. Want we nagelen je aan de hoogste paal. Lek, vroeger was het al straf voor mensen. Dat heette de schandpaal, by the way. En je had ook zoiets, dat heette iets als het. Uh, schandblok of zo. Dat was een soort houten constructie. En dan moest je je handen erin steken en je hoofd. En dan werd dat dichtgedingest. En dan zat je daar dus vast. Kon iedereen zien dat jij het was die die streek had uitgevroten. Je werd publiekelijk ten schande gemaakt. En je familie dus ook. Maar dat hebben wij eventjes onder het kopje daderbescherming. Alsof die daders zielige mensen zijn die bescherming nodig hebben. Zijn we daaraan gaan lopen frotten? Ik was vanmiddag met mijn vriend Wim, Wim Kruidertuin, en die vertelde dat hem te oren was gekomen dat het programma Opsporing verzocht. Dat dat op de vingers was getikt vanwege het feit dat al die zaken, of het merendeel der zaken, waarin ze dan vroegen om de hulp van het publiek, dat het ging om gekleurde mensen. En kortom, buitenlanders. En dat kon toch niet? Dat was stigmatiserend. Onzin. In Amerika, dat las ik van de week op Prison Planet, die website van Alex Jones, die Jesuïtische. Goed gekeurd door de Jesuïten van de wereld. Dat is Prison Planet. Daar staat echt niet al het nieuws, op. Maar er staat wel opmerkelijk nieuws. En dat heet dan uit de rechtse hoek: pro-Trump, anti-Hillary Clinton, anti-Joe Biden. En daarin stond dat een bepaalde staat in Amerika. Er die die was het niet langer toegestaan om kinderen van school te sturen. Voor een bepaalde tijd dan. Hè. Dan mochten die kinderen dan zoveel weken lang niet naar school komen. En dat was dan omdat ze... In de klas hadden ah, dus, ze... Uh, het heet deviance, D-E-F-I-A-N-C-E. Deviants. Dat betekent... Uh, ze dus hadden een beetje stoer lopen doen tegen de leraar. nee, moet je wat? Hey, uh, hey circle, homo. Ja, denk je, jij, je talking to me, oh, je talking to me. Ja, brutaal gedrag noemen wij dat. Een brutaliteit in de klaslokaal. Nou, ja, dat was een reden. Dat is een reden om iemand van school te sturen. Je misdraagt je in de klas. Nou, misdragingen. Je misdraagt je in de klas. Nou, dan krijg je één keer naar, de, naar het hoofd van de school uh, tijdens de les. En dan krijg je daar uh, je, uh, de les gelezen. Dan krijg je een uitbrander. En als dat niet helpt, dan word je gewoon voor school gestuurd voor drie maanden. Dan hoef je drie maanden lang niet te zien. Aju, paraplu, opzouten. Ja, natuurlijk. Dat is logisch. Je misdraagt je. Nou, en dan hoor je dat niet. Nou, ja, wat bleek nou dat die kinderen die dan van school werden gestuurd, omdat ze zich misdragen hadden in de klas, het aantal negeroïden daaronder, dat was boventallig. Dat was veel meer dan het percentage negroïde kinderen normaal gesproken in de klas. Ja, dus in de klas zaten dan, noem het maar, 10% negroïde kinderen. Maar het aantal dat van school werd gestuurd, dat was wel 60% van de neger, Daarvan was 60% negroïde. Dus kortom, negroïde kinderen werden zes keer zo vaak van school gestuurd vanwege misdragingen in de klas. Nou, dus heeft toen de staat maar afgekondigd dat het niet meer mag. Dus een kind mag zich nou in Amerika in de klas gewoon, in die staat dan, gewoon misdragen zonder het risico te lopen dat het van school wordt gestuurd. Want anders is het zielig voor de negroïden. Ja, zo lossen we het probleem ook op. Hè? Terwijl trouwens, als je daarover hebt, de oplossing is zo simpel. En dat is dat je de verplichting tot onderwijs, die schaf je af. Onderwijs wordt facultatief. Onderwijs is er alleen nog maar voor mensen die dat willen. En wil je dat niet? Nou, dan hoef je niet. Het is dus, dus, voor degenen die het willen. De les begint om half negen. Neem je eigen broodpakketje mee. En als jij je misdraagt in de klas, dan wordt je de toegang ontzegd, klaar? Want ja, je wil iets of je wil het niet. Hè? Als jij naar de snackbar gaat en je hebt daar een grote mond tijdens dat je je patatje met bent bestellen bent, dan zet iemand de ook op zout hier. Ga maar lopen zeiken bij de Shawarma tent. Ja, dus dan zijn die kinderen ook het hele ding kwijt. dat ze... Want dat, is natuurlijk, dat zit erachter. Hè? Die kinderen die komen in opstand tegen iets dat ze wordt opgelegd. Nou, dan ben je er gelijk vanaf. Onderwijs hoeft helemaal niet meer. Als jij je kind niet naar school wil sturen. Als je kind niet naar school wil. Klaar! Want wat maakt het nou uit? En wees nou eens eerlijk, wat maakt het nou uit? Wat maakt mij het nou uit of iedereen naar school gaat? Waar word je daar beter van? Dat kost alleen maar geld, man. En mensen die het niet naar school willen, die daar geen zin in hebben... die niet weten wat ze daar aan het doen zijn... die alleen maar lopen te k-violen. want ik ken ze wel. Daar heb ik ook tussen op school gezeten. Hey, ik weet nog een keer... Dat was helemaal belachelijk. Daar dus zat ik... Er was, was universitair onderwijs. En dat is facultatief. Wees eerlijk, je bent niet verplicht om naar de universiteit te gaan. En dan zaten we daar ook nog bij het college. En het hoorcollege daar, dat was Landbouwhogeschool, dat is ook nog een keer facultatief. Dus daar hoef je helemaal niet naartoe. Dan kost je geen studiepunten. Er is niemand die tegen je zegt: van, Oh, je bent niet geweest. Dat is helemaal facultatief. Mag je zelf kiezen. Als je de praktica... dan moet je proeven doen. Die waren verplicht. Dus als je daar dan niet komt, uh, groot probleem. Echt een groot probleem. Dan moet je inhalen, ja, maar wanneer dan? Hè? Dus iedereen ging natuurlijk heel trouw en ik dus ook. Ik was altijd, ik heb al mijn praktica gehaald. Mijn nek is verschenen of ik moet een keer ziek zijn geweest. Maar ik ben nooit zo vaak ziek. Ik denk niet dat ik... Nee, ik ben er altijd geweest. En hoorcolleges... Ja, facultatief hoor. Ik ging echt niet altijd. Waarom? Het was te verschijnbaar niet verplicht. Nou, ja, dan zat ik dus in een hoorcollege waarvan ik dus... Ik vond dan... dan nou, daar ga ik wel even naartoe, want... Met zelfstudie kwam ik er niet helemaal uit... En dan zat ik in zo'n zaal en achter mij zaten twee jongens. Uh, ja, koffiepraat. Uh, ja, ben je gisteren ook nog geweest, de feest? Ja, en dan zit je zo. Ja, nee, maar ik vind wel. Nee, maar zei Karel was er ook. En, en die zat dus met, uh, met Marietje. ...zat hij zo uh, te fauzen. En dan dacht ik nog, van, nou, zit hij zo te fauzen met Marietje? Want Marietje is de vriendin van Gerard. En, uh, ja, ik denk dat Gerard dat niet leuk vindt. En trouwens, ik vind het ook wel gek dat Marietje dan. Eh, bla, 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 bla. Dus ik draaide me om en ik keek die jongens aan. Ik zeg: Jongens, 200 meter verderop zit de jongerenvereniging. Die zijn nu open. Daar hebben ze koffie. En ga daar zitten, ouwe hoeren. Ja, AUB? Ik probeer hier die man te verstaan die vooraan het lokaal staat. Ja, wat is er voor gedrag? Een verplichting onderwijs afschaffen. Kijk, we hebben het over de, de wereld en haar oorlogen. En, ik, en de waarheid. Nou, en de waarheid is dat onderwijs. dat moet je niet verplichten. Als ouders hun kinderen niet motiveren, en die kinderen hebben we ook geen inzicht dat ze dan, als ze niet gemotiveerd worden door hun ouders, dat ze uit eigen vrije wil zouden moeten snakken naar onderwijs. En een goed onderwijs, en dan alleen zoveel zodat ze dat ze nodig hebben. Want ja, laten we wel zijn, wat heb je nou meer nodig dan dat je leert lezen en dat je leert rekenen? En het is leuk als je ook nog leert schrijven. Een beetje basics. Maar ja, tegenwoordig heb je zo'n website die heet Duolingo. Dat is nog gratis ook. Tenzij je genoeg hebt van de reclames en dan moet je wat betalen. Maar als je die reclames niet erg vindt, oh ja, dan betaal je helemaal niks. Ik ben nu een, een half jaar bezig en. Ja, ik denk dat. Uh, ik mij, als ik, als ik nu naar Israël moet. Ik doe Hebreeuwse, Nou. Als ik nu naar Israël moet. Dan heb ik een behoorlijk. Uh, ja, dan, 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 ik, ik weet in ieder geval. Uh, Abba, dat is vader. En uh, Ima, dat is moeder. En Jalit, dat is jongen. En Ajelda is meisje. Een tapuach is een appel. En miets dat is vruchtensap. <laughs> en een hond dat is een kalef. En tof dat is tof. <laughs> dat vind ik heel tof aan het Hebreeuws. Dat tof gewoon tof is. En uh, mayin, dat is water. Ja, dat kennen we. In Amsterdam. Ik ben opgegroeid in Amstelveen. En, uh, ja, in Amsterdam heb je dus uh, mayum. Hè? Oh, ik gooi je in de mayum. Dat, is, dat komt van mayim. Water dat betekent dat. Jain is uh, wijn. Ik wil maar zeggen... Een, de, de, ja, je kan je onderwijs ook van het uh, internet halen. Als het gaat om leren lezen... Leren schrijven. Maar ja, dan moet je natuurlijk wel een taal kennen. Maar goed, je basis Nederlands. Uh, Engels moet je leren. En als je Engels kan, ja, dan kan je via Duolingo kan je echt elke taal leren. Nou, ja, dan moet je nog leren rekenen. Ja, ik zou als mens zou ook dan, ja, Ik zou een denksport nemen. Op zijn minst zou ik, uh, weet je ook weer, die, die, die puzzeltjes die je zo uh, met al die, die getalletjes die je invult. Ik invult. De, de cijfers 1 uh, tot en met 9 of zo moet je erin zetten. Kom, hoe heet dat nou? Een beetje breintraining. En voor de rest, ja, als je 12 of 13 bent... Uh, dan moet je ergens naar een bedrijf toe stappen en dan zeg je... Goeiedag, uh, ken ik hier kan me werken. En dan leer je een vak. Maakt niet uit wat. Je gaat werken bij een boer of bij een fietsenmaker. Of, zeg maar. Dus mijn dochter heeft dan heel netjes de HAVO gedaan... Maar wat zij op die HAVO heeft geleerd. Ja, kom op man. Het is echt. Yeah. Verspilde tijd. Maar goed, zij vond, zij vond het wel leuk. Ze vindt het. Het is natuurlijk ook een meisje. En een, zij vond het dan leuk in de klas met al die kinderen en zo. Dat sociale gedoe, dat vond zij dan heel erg leuk. Dat heeft mij op school nooit een biet geïnteresseerd, moet ik zeggen. Dat deed ik niet dan. Ik kwam naar school om te leren. Ja, ik was iemand, ik wilde wel heel graag weten hoe dingen mekaar zaten. Want echt ontzettend interessant. En ik moet zeggen, ik had los van school, had ik de bibliotheek. En die, die heb ik toch, toch zeker wel... Uh, ja, eigenlijk de... Tot mijn 16 of zo zat ik bij de bibliotheek in Amstelveen. Nou, in dat filiaal heb ik zo'n beetje ieder natuurwetenschappelijk boek over vogels, roofvogels, zwerfvogels, uh, vliegvogels, drijvogels. Van vogels heb je allemaal. <laughs> die heb ik allemaal thuis gehad. Uh, de groene kiekendief en de grijze kiekendief en de grauwe kiekendief. Uh. Allemaal ja, over mols, hopen en de mollen die erin wonen. <laughs> Ja. Hey, de wereld en haar oorlog uh, wij hebben een, een, een raar systeem in deze wereld en dat frustreert mensen en die gefrustreerde mensen die hebben niet in de gaten, punt 1 dat het systeem heel erg raar is en punt twee, ze zijn zo gefrustreerd in hun persoonlijke leven... dat ze niet in de gaten hebben dat ze heel erg boos zouden moeten zijn... op een overheid die ons betrekt in oorlogen waar we niks mee te maken hebben. En nou is het hoge woord eruit. Oorlog. Maar ik heb een... Dat is echt verschrikkelijk. Dat was ergens in 2012... Toen werd ik uitgenodigd om een weekend mee te maken met, eh, noem het maar, de conspiratie jongens en meisjes van het Nederlandse internet. Daar heb ik Miga Kat, als die naam je nog iets zegt. Miga Kat heb ik in levende lijve ontmoet. De hand geschud. Ik vond het eigenlijk wel een aardige man. En nou ja, nog meer Nico van den Ham. Dat is ook zo'n beroemde als je dat een beetje, dat wereldje een beetje kent. Martin Vrijland hoort ook in het rijtje thuis, maar die was er niet bij. Nico van den Ham is een hele aardige man. En Sietse Planting was erbij. En Sietse Planting is een ex-militair. Hij was een ex-militair, hij is inmiddels overleden. Nou, en Sietze had een aantal ex-soldaten meegenomen. En wat dat, dat weekend was niets meer dan bij elkaar komen. Wat hebben we gedronken? We hebben bier gedronken, rode wijn gedronken. En die soldaten die hadden een partijtje wiet en hash meegenomen. Dat hebben we braaf op gerookt. Tenminste, een select clubje. Dat was eigenlijk leuk. En we zaten in een hotel. Tenminste, je kon slapen in het hotel. En dat heb ik niet gedaan, want je kon ook buiten slapen. In een legertent. Heel simpel. Een stuk zeil met vier touwen aan bomen vastgeknoopt. En een, onder dat stuk zeil ja, moest je je eigen matje uitrollen. en een slaapzakje erop en klaar. Dat heb ik gedaan. Dat kostte vijf euro. <coughs> Kijk, voor vijf euro een slaapplaats. Paste meer bij mijn budget. En daar die verhalen gehoord van die uh, ex-soldaten. Die voor Jan met de korte achternaam. hele gevaarlijke dingen hebben gedaan. Echt met gevaar voor eigen leven. Andere mensen onterecht hebben zien sterven. Die allemaal getraumatiseerd teruggekomen zijn. En en waar hebben ze gezeten? Nou, Libanon, de Balkan, uh, Afghanistan, Irak. Belachelijk. Ja, ik vond het hartverscheurend. Die verhalen dan, hè? En hoe die jongens daaronder gebukt gaan. Hoe ze getekend zijn voor hun leven. En hoe ze gefrustreerd zijn en boos dat ze zijn, joh. Ja, vind je het gek? Ze zijn voor de gek gehouden. Ze hebben hun leven gewaagd. Voor wat? We hebben dan hier. Dat gedoe met die Joint Strike Fighter, de F-35. Van diezelfde vliegtuigbouwer die destijds 10 miljoen gulden onder tafel heeft doorgeschoven naar uh, Prins Wereld Natuurfonds. die uh, je weet hem wel die, uh, die man die lid was van de SS he? was hij toch was dat hij bij? Nee, de NSDAP de nationaal socialistische Duitse arbeiderspartij daar was hij lid van ja en in die jaren... oh ja hij heeft ook nog de Bilderberggroep opgericht ja, fijn vent nou ja, een 10 miljoenen zijn eigen zak gestoken En dan die vliegtuigfabriek die belooft al jaren dat wij een Joint Strike Fighter gaan krijgen. Ha, 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 ha. <laughs> en wij wat betalen. En wat hebben we nou aan een JSF? Voor wat? Want de Russen komen eraan? Of de Denen worden boos? Wie gaat ons dan aanvallen? Het enige wat wij kunnen doen met die JSF is rotzooi uitvreten in het buitenland. Daarom zou er een verbod moeten komen op de hele luchtmacht van Nederland. Namelijk: we hebben hem A niet nodig, en B we kunnen er alleen maar hooguit rotzooi mee gaan uitvreten in het buitenland. En daarom schaffen we de luchtmacht af. We zijn echt helemaal gek geworden hier in Nederland, man. Wat, wat doen we met dat, dat, dat hopeloos verouderde legersysteem? systeem dat is niet meer van deze tijd. We hebben ook nog een marine. We hebben dat nou weer voor nodig. Welk land dreigt nou om ons te gaan aanvallen dat we ons moeten verdedigen met boten? Kijk, als je het hebt over landsverdediging van Nederland, het eerste wat je moet gaan doen, dat is een risicoanalyse maken. Welk gevaar loop je nou? Nou, destijds, met de Tweede Wereldoorlog, toen was het gevaar dat Duitsland zou kunnen komen. Want ik neem aan dat wij toen wisten dat Duitsland zich massaal aan het bewapenen was. Als we dat niet wisten, dan, uh, dan weet ik het helemaal niet meer. Want Duitsland was enorm militaire apparaten aan het opbouwen... met centen van de paus. Overigens. Maar dan hadden we toen al kunnen zeggen... nou ja, als die Duitsers eraan komen... Uh, wij kunnen niet als klein landje daar iets tegenin gaan brengen. We kunnen beter van tevoren maar een brief sturen van... Uh, als jullie de boel over willen nemen, nou dan uh, gaan wij niet moeilijk doen. En nee, je hoeft Rotterdam en Amsterdam niet te bombarderen. AUB, laat alles alsjeblieft heel. Maar dat had toch geen enkele zin. Dus. Toen hadden wij een leger van niks, wat niks in kon brengen tegen die Duitsers. En. Ja, en nu? Ja, wie kan ons nou aanvallen? Wat hebben we dan nu aan ons leger? Helemaal niks. Als je de bedreiging die wij nu zouden. Dus als je nu een risicoanalyse zou maken, dan zou het moeten luiden dat we het risico lopen dat een stelletje maloten uit van buitenlandse afkomst dat die bommen gaan uh, laten ontploffen op strategische locaties tussen aanhalingstekens wat dat ook maar mag zijn en dat moet je dan analyseren wat zouden ze dan kunnen gaan bombarderen wat zullen ze gaan opblazen niet een boerenschuur en twello natuurlijk maar dan pakken ze het centraal station van Amsterdam Metrolijn naar Lelystad. Daar ligt geen metro, maar zeg maar. Hè? Ja, en wat moet je daartegen doen? Ik zou het wel weten. Ik zou het wel leuk vinden. Ik denk dat je zoiets moet oplossen met een. een ja, een spionageapparaat. Dus, uh, uh, intelligence heette het dan op z'n Amerikaans of Engels. Inlichtingenapparaat. En ik zou dan werken met burgers. Dus dat, dat... Ja, dat je als burger... Heb je een appje... Op je smartphone. En als je wat ziet, dat je denkt van... Hé, hey, dat is een beetje raar. Of je vangt wat op. Hè? Dat je dat meldt. Nou, en als, dan, als je dan weet wie er bezig is om zo'n aanslag voor te bereiden... dan ga je ingrijpen. That's it. En het lijkt me ook handig om de Nederlander bewust te maken van het feit dat we... ...ja, ons land te verdedigen hebben. Dus ik zou zoiets als milities... ...zou ik wel... ...een goed idee vinden. Wat Nederlanders wapens mogen dragen. Nou, sterker nog, dat ze... ...ja, dat het erbij hoort. Dat er in iedere buurt... ...wel iemand woont... ...en die zit bij de milities. Bij de militie. En die gaat dan twee keer per jaar... ...op training. Ergens op de Hoge Veluwe... Waarom niet? Door mijn beneden buurman. Dat is echt zo'n type. Heel druk mannetje. Dat lijkt me typisch. Voor mij heeft hij ook in het leger gezeten. In beroeps is hij geweest. Dat lijkt me typisch zo'n iemand die. Ja, die, die zou in de politie moeten. Kijk, en zo zou ik het oplossen. Maar wat we nu hebben is in feite levensgevaarlijk. Dat was ook, nou, niet het laatste, dat was, laat, dat was weer een paar jaar terug hoor. Toen hebben wij een F16 naar Litouwen gestuurd, of Estland, een van die Baltische republieken. Want Poetin die deed heel erg naar. En dan gaan wij een F16 naar de Baltische Staten sturen. Maar waar slaat dat op? Wat hebben wij nou aan een F16? Verkoop die dingen aan Israël. Israël, die spaart die heeft er 16.000 of zo. Allemaal tweedehandsjes. Met een onderhoudscontract bij McDonnell Douglas. Kijk, dat is een stuk slimmer dan een JSF kopen die niet bestaat. Ook nog een nieuwtje trouwens. Uh, die JSF. Dat gaat er dan om een joint strike fighter. Maar daar zit een, een softwareprobleem in. Dat ken ik al heel erg lang. En dat probleem dat is best simpel. Het is dat een, een computernetwerk zoals we dat nu kennen, dat staat altijd onder het de, de toezinthoudend oog maar zeggen, van één centrale computer. Er is altijd één computer de baas, dat heet de server. En dan daaronder heb je al die substationnetjes. En dan kan iedereen met elkaar communiceren via die server. Nou, ja, nu stel ik jou de vraag: als er dan zo'n JSF aan het vliegen is, dan moet die communiceren met een andere JSF of niet? Dus dan gaan die JSFjes, die machines, die gaan met elkaar. Dat heet communiceren, gegevens uitwisselen. Ja, maar wie is daar dan de centrale die het allemaal regelt? Uh, Eén van de JSF'en is dan de hoofdcentrale, Zo? Nou, dat lijkt me dan logisch, hè? Maar wat nou als die uit de lucht wordt geschoten? <laughs> dat kan, hè? Ja, dan heb je dus tien JSF'en en eentje is dan de centrale server. Zo acteert hij dan. Dan wordt hij uit de lucht geknald. En die andere negen dan? Waar halen die dan de gegevens vandaan? Dus dan moet er onder die negen overblevende JSF'jes, moet er eentje zijn die zegt, ik word de server. Ja, maar wie gaat dat bepalen? Die piloten? Nee, hey, dat moeten die machines zelf doen. Ja, maar hoe dan? Dat probleem is helemaal niet opgelost. Dat is uh, voor mijn, dat is mijn uh, studie geweest in mijn leven: informatiesystemen. En ik heb hier al een hele tijd geleden over na zitten denken. En ik weet wat er ongeveer voor nodig zou moeten zijn. En ik heb toen al bedacht dat de legerafdeling die dit had moeten uitknobbelen, dat is de marine. En de reden daarvoor is, is dat een marineschip: ja, daar heb je voldoende ruimte, vooral ruimte, en voldoende stroom. Om een lekkere grote computer uh, in te installeren. En zo'n JSF, ja, dat gaat allemaal. Uh, uiteindelijk draait het om grammetjes uh, aan gewicht. Terwijl bij die marine. Daar maakt het niet uit. Dan kan je makkelijk een computer naar binnen rijden. die uh, een ton weegt. Dat maakt het uit. En bij de marine... Ja... Kijk, als je dit probleem weet op te lossen... dan heb je daadwerkelijk iets opgelost. Dat zou ook voor de hele wereld... een, een fantastisch idee zijn. Dat je dus de, de... het wereldnetwerk... als er dan ergens een aardbeving of zo... en de centrale machine valt uit... dat dat helemaal niet erg is. Omdat zo'n netwerk zich automatisch herstelt... en een nieuwe leidingstation aanwijst. Dat ontstaat automatisch... En de rest gaat automatisch naar de nieuwe leider toe. En de eindgebruiker merkt raken, er eigenlijk helemaal geen donder van. Dat kan namelijk wel. Maar dat is nu niet. Als er nu ergens zo'n zo server uitvalt. op zo'n kritisch punt. dan ligt daadwerkelijk heel Nederland ligt plat. Want al die machines weten niet meer waar ze de gegevens vandaan moeten halen. Nou, dat probleem is dus niet opgelost. En dan zitten ze nu al wel een JSF te bouwen en die moet het dan allemaal gaan doen. Terwijl het probleem dat dus de server wegvalt, dat is heel reëel. Nee, we krijgen helemaal geen JSF, man. Dat is alleen maar geld uit de zakklopperij. En als die dan uiteindelijk afgeleverd wordt, dan hebben wij plotseling een verplichting om dat ding in te gaan zetten in gebieden waar we helemaal niets te zoeken hebben. En zo gaan de oorlogen door. En de waarheid is dat wij dat hele ding, die JSF, niet nodig hebben. Ja, het is maar wat. Het is niet mijn uitvinding hoor. Dat uh, de mens, ook de mens in Nederland, zo ontzettend dom is dat hij dit niet doorziet. Tja. Ik sta er ook van te kijken, moet ik je heel eerlijk zeggen. Ik had het niet verwacht hoor. Ja, toen in 2001 die aanslagen van 11 september er waren, toen was ik, zeg maar zo, als ik dan naar mezelf kijk, dan denk ik: Nou jongen, Peri, jij was toen nog nat achter je oren. Je was een groentje. ja met hoe ik toen dacht over hoe onze overheid omgaat met gevaarlijke situaties en dat het altijd primair zou zijn van de overheid om maatregelen te treffen ter bescherming van de bevolking en nu weet ik dat de overheid dat helemaal geen biet interesseert het feit dat we nu het is nu 2020. Dus we zijn 19 jaar verder. Met die aanslagen van 11 september. En nog steeds is er geen politicus geweest. Die heeft gezegd. Van goh. Het was Osama Bin Laden helemaal niet. Terwijl onder de jeugd van Nederland. Ik denk dat 40%. Minimaal 40% van de mensen van een jaartje van 18 à 20, hè, die, die leeftijdscategorie. Minimaal 40% zal zeggen: dat was Osama Bin Laden helemaal niet. Dat was een inside job. Dat heeft Amerika zelf gedaan. En dat was ook zo. Dat heeft Amerika zelf gedaan. En de Amerikanen die dat hebben gedaan, die deden dat in opdracht van Rome. Simpel. De Vietnamoorlog die Amerika heeft gevoerd, heeft Amerika gevoerd in opdracht van Rome. De Eerste en de Tweede Wereldoorlog die worden wel gezien als de Tweede Dertigjarige Oorlog tegen het Protestante Duitsland. En Protestant, voor degenen die dat niet weten, dat betekent protesteren tegen Rome. En ze hebben dus dat de, de, de Protestante Duitsland, daar hebben ze in de 17e eeuw een keertje dertig jaar lang oorlog tegen gevoerd en in de 20e eeuw weer een keer. En wij noemen dat de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Maar dat was de Tweede Dertigjarige Oorlog van Rome tegen Duitsland. Heb je het over oorlog, dan heb je het over Rome. Heb je het over Babylon. Dus Rome is, Rome is nu wat Babylon toen was. Zo moet je zeggen. En zo valt de hele wereldgeschiedenis helemaal, de oplossing heel verklaarbaar. Snap je alles in één keer. Ik jaag je ja, natuurlijk. Ach ja, wat in de Bijbel stond. Ja, dat is een beetje hoe het is. Hè? Ja. Daarom moet iedereen ook Bijbel lezen. Dat mensen naar de kerk gaan. Dat is tot daar aan toe. Dat hoeft voor mij echt niet. Natuurlijk mag dat wel. En tot op zekere hoogte is het ook eigenlijk hartstikke leuk. Maar Het allerbelangrijkste is dat je de inhoud van de Bijbel tot je neemt en dat je die begrijpt. Want in de Bijbel wordt gesproken over Babylon. En dat wat we nu Rome noemen, met die fijne vent met die muts op zijn hoofd. Een soort uh, wereldwijde Sinterklaas. En dat wordt al, in de Bijbel wordt het al benoemd. En in de Bijbel wordt ook gezegd dat dat de straf is die een volk krijgt als het geen respect heeft voor de wetten van God, die die heeft laten opschrijven, die God heeft laten opschrijven door Mozes. En dan wij Christenen hebben daar dan een vervolgje op. En dat luidt. Uh, dat is het hoofdstuk, het kapitel vergeving. En waar Christus mee komt, de hel. Dus wij moeten mensen vergeven, omdat. dat wat mensen fout doen, dat heeft zulke enorme consequenties voor die mensen, dat het ronduit belachelijk is dat wij als slachtoffer van die daders daar nog een schepje bovenop gaan lopen doen. In de zin van straffen dan. Hè? Dat, kijk, Als iemand zich vergrepen heeft aan kleine kinderen... dan zou ik die persoon elimineren uit je samenleving omdat je de kinderen moet beschermen. Dat is niet voor straf. Het is geen straf voor zo iemand. Zo'n persoon zal het ervaren als vervelend, van nou zeg... Vroeger kon ik me lekker vergrijpen aan kinderen, tegenwoordig niet meer. Maar dat, wij doen dat niet al om die persoon te straffen, wij doen dat om die kinderen te beschermen. Zo wordt ieder verwijderd uit je samenleving. Of die persoon mag wel in de samenleving leven en de hele buurt krijgt te horen dat die en die van huisnummer zoveel daar en daar. Met die blauwe gordijnen. Die heeft zich vergeven aan kinderen. Dus pas een beetje op. Uh, zoiets. Want als we iemand een enkelband krijgt, En uh, dat, uh, dat je op het internet kan zien waar die is. Zo, ik weet dat uh, er was een kinderdagverblijf. Daar heeft mijn dochter heeft daarop gezeten. En. Van dat kinderdagverblijf heb ik gehoord. dat zich daar in de bosjes daaromheen. zich manspersonen ophielden. Daar is niks gebeurd. Maar daar waren dus mannen. en die zaten te kijken. van buiten het hek dan. Hè, naar die spelende kleine kinderen. Wat deden die mannen daar? Ja, dat, dat, dat is ook weer zoiets om terug te keren naar, uh, die, en naar de waarheid en die oorlogen en die toestanden. Over het persoonlijke vlak, want ik wil het per se hebben over die oorlogen op het hoge niveau. En wat wij hieronder niet goed doen. Kijk, die mannen die zich toen in de buurt van een kinderdagverblijf ophielden. Dat, dat had doorgespeeld moeten worden aan de politie. En de politie had langs moeten gaan bij die mensen thuis. Of sterker nog, zou er iemand zoals ik in moeten zijn. En iemand zoals ik zou moeten werken bij. Want zo iemand heeft natuurlijk internet. Nou, het is echt een fluitje van een cent. Om als je vanuit de provider, als je daar medewerking van krijgt, iedere provider zou zich moeten, ja, die moet zonder meer meewerken. En dan kan je vanuit de provider kan je zo binnenkijken in het netwerk van zo'n persoon thuis. Je kan allemaal poortscans doen, je kan precies zien wat die persoon doet. En uiteindelijk kom je ook op z'n harde schijf, ja, natuurlijk. Zoals... Ja, dan ben je zo binnen. Dan kun je even op zijn harde schijf kijken. Zonder dat die man wat weet, hè? Dan ga je even kijken. Dan kijk je alleen maar naar jpegjes. Je hoeft geen bankrekeningnummers op te vragen. Dat gaat het niet om. Je kijkt alleen maar naar jpegjes. Jpeg en gif. En je gaat nu kijken welke IP-nummers die persoon bezoekt. En als daar IP-nummers tussen zitten van proxy-servers... Dan, uh, dan weet je gelijk al dat er iets aan de hand is... Want waarom zou je het internet op gaan via een proxy? En een proxy betekent dat jij je maskeert. Dus je gaat naar een of ander IP-nummer en vanuit dat IP-nummer ga je vervolgens het web op. Zodat niemand kan zien dat jij het bent. Dat is ook zoiets. Proxies, dat mag. En je mag op het internet gewoon een proxy openen. En waarom mag dat eigenlijk? Nog? Ik vind het heel raar. Ja. Zou niet moeten mogen. Maar dan kunnen dus dat soort mannen... Ja, ik zou dat internetgedrag eens even willen... Even in kaart willen brengen. En als dan blijkt dat die mannen kinderporno-sites be bezoeken... En ze zijn ook nog betrapt in de buurt van een kinderdagverblijf... Uh, dan uh, ja, de, de buurt waarschuwen. That's it. En die man even erop aanspreken dat, uh, dat hij voortaan niet meer gewenst... Uh, dat hij niet meer gezien mag worden, uh, dat hij een, uh, een terreinverbod krijgt. Dat hij binnen een straal van zoveel meter uh, niet meer in de buurt van het kinderdagverblijf mag komen. En wordt hij wel gespot, dan wordt hij opgepikt en dan gaat hij de, de cel in. Ja, want als hij zich niet weet te gedragen, dan zullen wij er wel voor zorgen... dat hij niet in de buurt van het kinderdagverblijf komt. Maar als wij niet optreden. ja. Tja. Nou, hartstikke bedankt voor het luisteren. Ik heb alweer een hele hoop dingen voor de volgende uitzending over de wereld, haar oorlogen en de waarheid. Nu nog een mooie titel verzinnen voor deze. Hoe ik deze ga noemen. Om een beetje kijkeraars te krijgen, natuurlijk. En op zijn hamburgers zeg ik tegen jullie: tjus en dag lieverds.